Welkom bij een nieuwe WookieLeaks. Dit keer zit Wouter weer naast me, want Wouter, wat gaan we doen? We gaan het hebben over de beste Star Wars games de aarde. We trappen eerst even af met nieuws. Maar het eerste nieuwtje is dat er een exclusieve nieuwe video met Rian Johnson en Carrie Fisher op USA Daily is verschenen. Ja, dat is niet een klein dingetje. Ja, dat is een heel tof dingetje. Ja, maar het is wel een kort videootje. Je krijgt een paar glimpses, wat nieuwe dingetjes krijg je te zien. Finn bijvoorbeeld beter in het First Order uniform. Het draait vooral om hoe awesome Rian Johnson is, hoe een schattig mannetje dat is en hoe je het gevoel krijgt dat hij echt super veel passie heeft voor Star Wars en dat hij die film met al zijn creatieve power aan het maken is en met al zijn liefde. Ik heb wel vertrouwen in zijn visie, denk ik. Ik weet niet, dat heeft die video natuurlijk heel handig gedaan, en dat doen ze ook wel vaker, want de echte fanboys die moeten ook gewoon vertrouwen hebben in zo'n regisseur. Ja. Maar wel een leuke video, een paar kleine nieuwe dingetjes. Er wordt voor de rest niet zo heel veel bekendgemaakt. Gek genoeg zijn er wat dingetjes bekendgemaakt, soort van op de officiële Japanse Star Wars site. Oké. Daar zijn een aantal soort van korte stukjes geschreven over voor elke grote character. Oh ja. En die ligt al een beetje een tipje van de sluier op van wat er komen gaat. Ja, ik las dat er meer nadruk gelegd gaat worden op General Hux. Ja. En op Captain Phasma. En dat laatste is ook hard nodig, want die zag er alleen maar awesome uit en die had eigenlijk niks te doen in die hele film. Nee, die werd in de garbage disposal gemikt en dat was het wel zo'n beetje. What do we do with her? Is there a garbage chute? Trash compactor? Maar General Hux, wat dat betreft, ik vond die had ook niet een hele grote rol in Force Awakens. Maar nee. Ik vond wel dat hij echt presence had. Ik vond dat hele nazi-achtige tafereel dat hij zijn troepen zat toe te schreeuwen. Dat was echt een awesome shot. En dat zag er super vet uit. En dat zag je ook in een van de eerste trailers volgens mij. Ja. En toen had ik wel zoiets van, wauw, dit is de first nazi's aan het gewoon. Ja. En dat is natuurlijk de... Hoe heet dat? De Empire was dat al, maar... Ja, en nu is het duidelijk neonazies. Ja, ja. Sharply dressed as ever. Ja. En er was ook nog een ander dingetje, bijvoorbeeld dat Kylo Ren misschien niet villain genoeg zou zijn voor Snoke. Ja, laten we eerlijk zijn. In feite gaat hij gewoon de Darth Vader de character arc achterna. Hij is een reluctant villain. Ja. En misschien gaat hij nu net wat eerder dood of goed worden voordat hij vlak dood gaat in plaats van Darth Vader die was op het einde pas van ik ben toch wel een good guy. En misschien gaat Kylo Ren net even wat eerder beseffen dat hij eigenlijk best wel een good guy is, want het schijnt dat hij moeite heeft gehad met het feit dat die Harrison Ford gewoon dood heeft gemaakt. Ja. Dat snap ik, want dat lijkt mij ook best wel zwaar. Grapje. Ja, als dat een spoiler is, jongens, dan mag je deze hele WookieLeaks niet kijken gewoon. Dan moet je echt wegwezen. Ja, 10 Star Wars games die je echt zou moeten spelen. Wel met daarbij de notitie dat sommige echt gewoon zo oud zijn als de weg naar Rome. De eerste is Super Star Wars. Meteen ook een van mijn favorieten. Ik heb hem zelf, namelijk. Kijk! Ja? En ik... 99 gulden kostte die bij de Bart Smit. Het is echt weer zo'n knijtermoeilijke platform game zoals hij was op de SNES. En daar staat de SNES natuurlijk bekend om. Beetje jammer dat hij niet op de SNES Mini stond. Ja, als je jezelf wil martelen en ondertussen wil genieten van Star Wars, dan is dat een prima spelletje. Hij is echt bruut hardcore. Ja. Het is ook nog steeds een zeer geliefd spel. Als je hem online vindt, dan kost die knaken. En nog een favorietje van me. Dat is Star Wars Episode 1 Racer. Ja, het enige goede wat van de prequels is gekomen. Leuk, snel, ook best wel pittig trouwens in tijden. Ik heb hem wel gespeeld op de PC, alleen ik heb me super lang vermaakt met alleen de demo-versie, wat volgens mij echt 3 levels in zaten en 2,5 pods. Goed gebalanceerde game, hartstikke tof om te spelen. Deze heb ik trouwens, de volgende heb ik niet zelf gespeeld. Dat is Star Wars Empire at War. Ik heb hem wel gespeeld. Een van de betere RTS games van Star Wars. En het toffe was daarvan dat het zowel in space als op planeten plaatsvond. En dat je zeg maar space battles had en gevechten op planeten. Oké, dat is inderdaad heel dood. Het is wel een RTS die op een gegeven moment had je door dat het toch minder diep was dan je hoopte. En, ja, en op een gegeven moment wordt het makkelijk. Het zal geen Red Alert geweest zijn. Nee, het was geen Age of Empires. Maar het was Empire at War hebben ze wel heel slim in de titel gestopt. Empire. Age of Empires. Ik denk dat ze zo slim was. Ja, denk je dat? 2006 kwam die game uit. Ja. Op OS 10 zelfs. Een van de weinige Star Wars games die op voor een Apple machine. Oh ja, oké. Okay. Een tikkie teleurstellende game, maar wel een game die leuk was om te spelen. Star Wars The Force Unleashed. Ja, een van de leukste dingen die ervan vond ik meteen aan het begin, is dat je als Darth Vader Wookiees kon afmaken. Ja. Of waren het nou Ewoks? Nee, het waren Wookiees. Ja. Ewoks was wel een beetje erg geweest. Ja. Hoewel Wookiees ook al een beetje, dat maakt best wel indruk dat je
Ja, dat je gewoon echt de ene naar de andere aan het afslachten was met je lightsaber. Voor de rest inderdaad... Hij ging gewoon snel vervelen en dat was een beetje jammer. Het verhaal had potentie, ja. Want het speelde zich af tussen 3 en 4. Ik vond het ook wel heel grappig dat de hoofdcharacter Starkiller heet. Ja, wat dat is de oude naam van Luke Skywalker inderdaad. En het was, je zegt een lichte teleurstelling, maar niet zo'n grote teleurstelling als het tweede deel. Want die was eigenlijk die was er even snel uitgedouwd en dat was echt, die was heel snel uitgespeeld. En dat was nog wel een grotere teleurstelling dan 1. Ja, maar want, 1... Weet je, als een soort okay. van popcorn gamepje. Is hij best leuk? Ja. Ja, is hij best leuk. Ook een game die intrigerend was, Star Wars Bounty Hunter. Een leuk concept inderdaad, want je speelt een Boba Fett. Django. Sorry, Django Fett. Ja. Het is de blauwe dude. Het is niet... En je bent een bounty hunter. En dit concept werd eigenlijk bijna overgenomen in Prey 2. Ja. Wat eigenlijk de bounty of Boba Fett de game zou worden... Totdat die gecanceld werd. Ja, klopt, ja. Vond ik heel erg jammer. Ja. Maar deze was ook leuk. Alleen, ik heb, om eerlijk te zijn, heb ik deze geskipt. Dit was in de tijd dat ik nog mijn eigen games moest kopen. En deze kreeg iets van een 7 in de puur of zo. Dus toen dacht ik, nou weet je wat, laat me zitten. Ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Ik heb hem toen wel gespeeld. Het was wel een beetje een repetitieve game. Maar het was wel een fun shooter. En het was ook nog eens Star Wars. En op een of andere manier is mijn... Mijn vergevingsgezindheid dan altijd wat groter. Als er Star Wars characters in zitten, dan zie je dingen door de vingers. Ja, dat is dus wel een ding. Moet ik wel voor oppassen, mocht ik iets met Battlefront 2 gaan doen, dan... En bij deze mag je dus geen Star Wars games meer reviewen. Dan ga ik gewoon klagen. Oké. Okay. Dit is wel ook een hele leuke Lego Star Wars, de Complete Saga. Want we kunnen ze wel allemaal op gaan noemen. Ja, maar laten we er even snel doorheen gaan. Dit is leuk, Lego game. Leuk om te spelen met je vriendin of met je neefje. Ja, maar het is, wat ik ook tof vond, is de TT Games die had de kans om met Lego games aan de slag te gaan. En Star Wars was de eerste grote franchise die ze mochten doen. Klopt. En dat deden ze super goed. Super veel content zat erin. Alleen, dus ze kwamen eigenlijk in 2 delen uit. En dit is de... 2 delen in 1 gestopt, dus de Complete Saga, zeg maar. Ja, en ook met de Complete Saga qua Star Wars films. Ja. Ja. Dan hebben we ook nog Star Wars Jedi Knight, Dark Forces 2. Die heb je niet gespeeld? Dit vind ik een van de meest indrukwekkende titels in de lijst. Dat mag je ook gewoon zeggen. Hier ontwikkelde je echt je Force powers in. Je werd steeds sterker en je werd steeds beter in de Force. En dat was echt super impressive. En ook nog in first person. En ook qua verhaal was het zelfs, zat er ook nog wel een paar grote verrassingen in. Dit was echt een vette PC-game. Ja? Tenminste, ik heb hem op de PC gespeeld. Nou, hij was ook alleen uit op PC, volgens mij. Ja. Dus ik geloof je op je woord. Ik ben sowieso... mensen weten dat ook. Ik ben niet zo'n first-person shooter speler. Maar als jij zegt dat hij vet is, dan vind ik dat ook. Nee, ik denk dat hij... Ik heb het lang geleden dat ik hem gespeeld heb. Het blijft week. En ik heb nooit gerespeeld, zeg maar. Gereplayed. Maar ik weet ook niet of die nu nog echt vet is. Maar nee, destijds maakte hij. Ik heb er beelden van gezien. Dat ga je niet willen. Nee. Wederom een van mijn personal favorites. En dat is Rogue Squadron. 1 en 2. Ja. Welke was vette? Nee, ik vond 1 het tofste. Puur vanwege het feit dat ik voor het eerst sinds de andere game waar ik straks op terugkom, het gevoel heb dat ik rond kon vliegen in Star Wars ruimteschepen, waaronder zelfs de Millennium Falcon. Het was een van de betere flying games op de N64. Ik had hem op de N64. Ik heb hem op de GameCube gespeeld, 1 van beide. Ik weet niet meer of het nou 1 of 2 was. Dat zal waarschijnlijk 2 geweest zijn. En het was ook best wel weer pittig. Het was moeilijk om in het volgende level te komen, inderdaad, kan ik me herinneren. Ja, maar... dat moest je wel even opoefenen. Maar ook qua graphics, qua geluid super impressive. En dat is wat... Als je geluid goed doet in een Star Wars game, dan ben je al heel uit. We hadden het net al over Battlefront 2 en die nemen we ook gewoon nu mee. En dan zou je denken, ja, die game is helemaal nog niet uit. Die game is al lang uit. Ja, die is 10 jaar geleden al uitgekomen of zo. Ja. 12 jaar geleden zelfs. 2005 was het inderdaad. Ik had toen nog helemaal geen online op mijn PlayStation 2. Dus ik heb deze game gewoon overgeslagen. Omdat ik dacht van, ja, als je dit... ik was toen totaal geen multiplayer man. Dus ik had zoiets van, ja, volgens mij moet je deze gewoon spelen als je online dude bent. Weet je wat ik wel afvraag? Die game had zo'n grote fanbase. Dat die nog steeds een cultstatus heeft. En ja. Ik ga eens even uitvogelen of er misschien nog steeds mensen zijn die de game spelen. Dat, misschien zijn er nog wel service online. Als het zo is en dat zijn leuke mensen, dan misschien ga ik er gewoon een keer eentje in de studio aan. Ja, we moeten ze uitnodigen om Battlefront 2 te spelen. En dan mogen zij vertellen of die überhaupt in de buurt komt. Ook nog, en die kunnen we echt niet over het hoofd zien. Knights of the Old Republic. Dit is
dit staat bij ons op het lijstje op nummer 1. En dat heb ik mijn stagiair toe verplicht om die op nummer 1 te zetten. Want dit is voor mij de summum van een Star Wars game. En het mooie hiervan is dat het zich duizenden jaren in het verleden van Star Wars afspeelt. Ja. Waardoor ontwikkelaar BioWare, een van mijn favoriete ontwikkelaars ooit, zelfs na Mass Effect Andromeda heb ik ze al een beetje vergeven. Waardoor ze helemaal creatieve vrijheid hadden om te kunnen doen wat ze willen. En het enige wat ze hoefden en wat ze konden en wat natuurlijk ze ook wilden was de Jedi en de Sith overnemen en de hele rijke universum. Alleen qua verhaal mochten ze met een schoon lijf beginnen. Ja, absoluut. En dat hebben ze heel goed gedaan. Ja. En dan sluiten we hem ook nog even af met een leuke gag. In dit geval is het een hele schattige. Want dit is een dame die kijkt Rogue One. En de laatste paar minuten komen voorbij en het kwartje valt.